Den Haag, Den Haag, doe niet zo maf. Blijf toch van onze cultuur af. Het zou een mars worden over het hele eiland, van eerst naar west. Maar de gemeente Skylge joeg daar geen vergunning voor. Het was daarom een kuier door de dunen richting Grienestraat. Hartelijk leuk dat jullie er zijn. Jullie aangesluiten. We gaan eerst de buitenste lijnen van het kruis vormen. Dus lopen lekker door tot de volgende en dan aansluiten. Oeral publiek en kunstenaars vormen een meestelijk kruis van 300 bij 150 meter. Een symbool dat het kabinet nou manje neffers haren een streekhelje maat troch bezuinigingsvaarstellen. Samat Oeral 4 ton aan Rijksgeld inleveren. Bezoekers zoenen tenij dus meer naar de beurs maten om cultuur in stand te houden. Maar dat zorgen ze blijkbaar net zitten. Het is gewoon de grootste kunstroof. En dat alle tijden. En het is gewoon te heftig. Voor mij had het een stukje mijn gevoel en intelligentie te maken. En er ontbreekt duidelijk aan in Den Haag. Dat ik een beetje voor deze man, hè? Ja. Dus hopelijk ik heb een beetje bijdragen aan een betere of een minder wrede wraad. Hoe Den Haag hier in Alustrie? Nou ja, halve keer wel een beetje fris, nou. Dus ik denk dat er wel Alustrie maakt. U te loft wij voor de beelden maken van het protest. Het hechtepunt van de proloog van de Mars van de Beschaving is een massale doek in zee richting Den Haag. Eigenlijk moeten we gewoon met z'n allen erheen zwemmen, weet je wel? En dan nat aankomen daar, voor de deur gaan staan. Het is nogal een tocht, hoor. Ja, het is nogal een tocht, ja. Maar ik denk wel dat ze dit gaan horen, ja. Denk je niet? Denk ik wel. We hadden allerlei verschillende acties bedacht, maar we vonden het echt het allerbelangrijkste dat we het samen deden. Dat dit oerpubliek, ons publiek en wij als makers gewoon samen, als deze bezuinigingen op deze verschrikkelijke manier er doorheen komen, dan zijn we allemaal de klos.